Dag dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuw weerbericht. Mijn naam is Rijn. Dames en heren, ik kom weer met een nieuw weerbericht vandaag. Het is weer een dagje later dan gisteren. En ja, de hitte staat nog steeds in de weerkaart, dat kan ik al verklappen. En ja, zoals jullie misschien al zagen, ik heb andere kaartjes erbij genomen. Dat is voor jullie een stuk overzichtelijker en duidelijker, denk ik. Dus vandaar heb ik deze kaartjes erbij gepakt. Jullie kunnen mooi in heel Nederland en België zien wat er voorspeld wordt voor die dag. En ja, het is gewoon een stuk overzichtelijker. En ja, in deze video bespreek ik het weermodel GEM. Het Canadees weermodel uit Amerika presteert goed op langere termijn. Dus die heb ik ook mooi bijgenomen voor jullie. En ja, je ziet hier, het is vandaag 14 juni, maar het staat hier morgen. Maar het is gewoon een foutje van het, Maar het is vandaag 14 juni, dat klopt ook, het staat hier ook onder 14 juni. En ja, je ziet hier, hier is hier wanneer het Nederland en België liggen. Je ziet hier vandaag is het tussen de 19 en 21 graden, lokaal iets meer. Ja, dat klopt ook precies voor wat het nu ook is, want nu stookt. Nu, dit moment is ook de warmste tijd van de dag. Dus het klopt wel aardig dat op deze kaart staat. Dus ja, dat klopt super. Nu gaan we naar morgen. Naar woensdag. Je ziet hier woensdag wordt het al een stukje warmer morgen. Dan zie je al tussen de Waddeneilanden wordt het 16 graden. En in Zuid-Nederland wordt het al 26 tot lokaal 28 graden. Volgens het weermodel. Ja, het is gewoon een lekkere temperatuurtje. Gewoon niet te warm. Perfect zomerweer. Ja, gaan we nog een dagje verder. Gaan we naar donderdag 16 juni. Vergelijkbare dag, ietsjes koeler, 1-2 graden koeler. Maar goed, nog steeds perfect zomerweer. Ideaal voor heel veel mensen. Tenminste, voor mij wel. Ja, perfecte dag. Gaan we naar vrijdag. Je ziet vrijdag in één keer is een stuk warmer. Dat klopt, want dan komt de warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje komt naar het noorden gestuwd. En ja, met de zuidenwind wordt het meegestroomd richting het noorden. En ja, je ziet al, vrijdag wordt het al lekker warm, al tropisch warm. Tussen de 30 en lokaal 32 graden op vrijdag volgens het weermodel. Ik denk eerlijk gezegd dat het iets minder zal zijn voor die dag. Maar dat weet je natuurlijk maar nooit. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het iets rond de 30 zal zijn en niet iets meer. Maar goed, dan gaan we dan op dat moment kunnen we dat pas zien. Dus ja, dan zien we dan op dat moment pas. En ja, dan gaan we naar zaterdag. En dat is de warmste dag van de week waarschijnlijk voor veel plaatsen in Nederland en België. Ja, die ga ik nu laten zien. Kijk, oh, dat bedoel ik. Hier, dit, zo. In mijn regio, ik woon hier zo, noord van Noord-Holland woon ik, in het noorden. Ja, daar wordt het 33 graden, joh. En dan in de rest van het land. Ik denk dat dit een beetje overbodig is, maar goed. Het is wel een goed weermodel, het kan aan deze weermodel te gemmen. Dus ja, misschien kan het ook wel waar zijn, maar ik denk te zeggen dat het net te hoog geschat zal zijn. Dat het iets van rond de 32 graden zal zijn en niet tussen de 30 en 35 graden. Maar goed, zoals nogmaals, dat weet je natuurlijk maar nooit, het kan zomaar gebeuren. En ja, natuurlijk de grond, de bodem is droog. Dus ja, en dus natuurlijk de volle zon erop, want de zon gaat wel volop schijnen. Dus ja, die gaat volop schijnen, en ja. Dus dat zou het best wel kunnen inderdaad, maar ik denk eerlijk gezegd dat dit een beetje overbogen is. Maar goed, je weet het nooit. Dus ja, we gaan het gewoon allemaal zien, maar het is wel wat het weermodel, dus dit is natuurlijk wel wat het weermodel aangeeft. Dus ja, we gaan het allemaal zien, maar je ziet wel wat de verwachting is, dat is best wel fors te noemen. Dus ja, en als het goed wordt dan zondag koeler, ja, dat klopt, nog steeds wel tussen de 20 en de 30 graden. Maar goed, dan komt er een onweerszone vanuit het westen, noordwesten komt er opzetten of vanuit het zuiden. Dus ja, we moeten gewoon even kijken wat die onweersbuien gaan doen. Maar alleen de richting waar die buien vandaan komen is nog een beetje onzeker. Want zoals hier lijkt het dat ze vanuit het noorden, dat het dan koeler wordt. Of het onweersbuien vanuit het noorden of vanuit het zuiden komen, dat weet ik niet. Dat moeten we op dat moment zien. Dat is nog onzeker voor deze termijn. Dus ja, dan gaan we allemaal zien waar die onweersbuien dan vandaan komen. Maar goed, het lijkt wel fors te zijn deze onweerszetting. Dus ik ga op de voet ga ik die voor jullie volgen. Dus ja, die ga ik voor jullie goed volgen voor jullie. Dus ja. Goed, dames en heren, dit was deze video. Ik praat een beetje snel, want ik ben hier ook een beetje enthousiast over. Natuurlijk deze temperatuur, wat er verwacht wordt. Dus ja, daar ben ik super enthousiast over. Dus sorry ervoor als ik een beetje snel praat. Maar goed, ik kan daar vrij weinig aan doen, want ik ben gewoon enthousiast en heel hyped hiervoor. Dus ja. Goed, dames en heren, ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Heel bedankt voor het kijken. Like, abonneer. En zie ik ze bij de volgende video. En dan zeg ik, later.